Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers. Een hele goede avond, hartelijk welkom bij FC Rijnmond, de talkshow over het Rotterdamse profvoetbal. Met vandaag te gast Adrie van Tichelen, Europees kampioen en trainer van de Zwervers. Welkom, dat je, leuk dat je er bent. Emiel Schelvis, ooit kampioen geworden met Aeolus of Xerxes? Allebei. Allebei. Ruud van Os van RTW Rijnmond. Ik ben ook wel eens kampioen geworden. Waarin? Neptunus Hongbal. Kijk. Oh, dat Monopoly. Neptunus wordt altijd kampioen, dus precies. Eigenlijk helemaal geen prestatie. Emiel, zijn er voor Feyenoord mogelijkheden dinsdag tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League? Het is natuurlijk mooi. We zitten midden in de competitiebespiegelingen met de klassieker in aantocht. Maar eigenlijk de eerste echte finale van het seizoen is komende dinsdag. Want mocht Feyenoord daar geen resultaat halen, dan kun je er donder op zeggen dat er geen Europees voetbal meer is na de winter. We praten er zo over door. Adrie, hoe kan het dat Excelsior uit heel veel wint, nu al 3 van de 4, en thuis nooit? Ja, dat is heel vreemd. Ik heb al zitten denken, is het omdat ze uit op gras spelen? Maar er zit vandaag ook, bij ADO was ook op kunstgras. Ja, was ook kunstgras. Dus, jammer, hè? En het systeem van ze spelen is uit en thuis, ja, praktisch hetzelfde. Ik kan er geen verklaring voor geven. Nou, we gaan er toch zo meteen op zoek proberen naar te gaan. Ruud, wordt de wedstrijd van Sparta komende zaterdag tegen Excelsior bepalend voor de toekomst van Alex Pastoor bij Sparta? Ja, ja, dat wordt een eindexamen, een verlies. Ja, als je je oor te luisteren legt binnen dit kasteel, dan weet je dat de invloedrijke mensen binnen de club het zat zijn. Een nederlaag daar zal het einde van Pastoor betekenen, schat ik zo in. We zijn op deze zondagavond ook live met deze uitzending op Facebook. Vragen stellen is bij deze gepermitteerd. En als ze leuk zijn, dan gaan we ze aan de heren voorleggen. We beginnen met Feyenoord natuurlijk, dat gisteren gelijk speelde met 0-0. Het was de eerste gelijkspel dit seizoen voor Feyenoord. Maar ja, wel al 8 verliespunten in 8 wedstrijden. Dat is op zichzelf teleurstellend en misschien ook wel een beetje zorgelijk. Adrie, wat was de reden dat het gisteren bij Feyenoord niet lukte? Ja, wat was de reden? Ik denk dat iedereen wel opgevallen is, ook bij Van Bronckhorst. De kansen die ze gecreëerd hebben, waren er ook niet zoveel, moet ik zeggen. Maar er waren er wel bij een aantal bij die tegen het netje aangemogen hadden. En ik denk dat dat het grootste euvel was. Was dat het enige, het missen van de kans, Emiel? Of zat er meer achter deze punten? Nou, Feyenoord is natuurlijk bezig een soort nieuwe hiërarchieën te verzinnen. Vorig jaar had je eigenlijk 3 generaals in dat team. Je had Bottingen achterin, je had El Amadi op het middenveld en je had Jurgensen voorin. Nou, Jurgensen is geblesseerd geraakt. Bottingen is inmiddels ook weggevallen. El Amadi heeft zijn handen vol aan zijn aanvoerderschap en alles een beetje bij elkaar te houden. Doet misschien wel net iets te veel nu. Ja, dan is het niet raar als er dan ook nog allerlei mensen geblesseerd wegvallen, dat je weer naar een nieuwe hiërarchie toe moet. En je ziet dat mensen als Larsson die erbij komt, is geen schim van de Larsson die ik van Heerenveen ken, met name in de Kuip. En een Toornstra, die het helemaal kunt zijn, een golfer die zijn swing even helemaal kwijt is. Ja, die lijden daaronder op dit moment. Maar er zijn er ook wel een paar bij, gelukkig. En daarom staat Feyenoord er nog steeds bij, die wel vorm hebben. Dan denk ik met name aan Berghuis. Ja, dat is eigenlijk misschien wel de beste op dit moment. We praten er zo over door. Eerst maar eens even luisteren naar de trainer Giovanni van Bronckhorst. Want ja, het is dus nu toch al 2 keer op rij in een competitiewedstrijd in eigen stadion misgegaan. Vanaf minuut 1 moet je er staan en dat hebben we de laatste 2 thuiswedstrijden niet gedaan. Natuurlijk het verlies tegen NAC en vandaag ook weer puntverlies, dus dat is, dat is niet wat je wil. Ja, eerste helft waren we gewoon te traag in de balbezit en lieten de bal niet echt gaan. Gingen we te veel met de bal lopen en moeilijke keuzes maken. Alleen in de tweede helft zie je dat we iets meer vanuit de organisatie gaan spelen en dan zie je ook dat we kansen creëren. Alleen ja, die gaan er niet in. Nou, we hebben 2 dagen om ons klaar te maken voor Shakhtar en dan zullen we de dingen benoemen die vandaag minder gingen en de dingen benoemen die we dinsdag moeten doen om ook Shakhtar het moeilijk te maken. Ja, ik voel me goed. Ik train al weken mee met de groep en ik voel me er klaar voor en het was afwachten wanneer mijn kansje kwam, alleen die kwam al vandaag. How fit are you? Today you play 30 minutes. Is it possible that you play 90 against Ajax and Shakhtar? No, I don't think so. I think it's too early. When you're out for 5 weeks, you have to watch out a little bit, especially with the hamstring and so. But it feels great. I don't feel any restrictions, and that's the only thing I'm thinking about. But we have a plan, and we will see. I played a little bit longer than the plan was today, but everything went very good. So maybe we can push it a little bit, but we have to see. Duidelijke woorden van de Nicolai Jurgensen. Wat moet je nou dinsdag doen tegen Shakhtar Donetsk? Moet je hem in de basis opstellen? Want hij kan een tijd spelen. Ja. Of moet je hem later laten... Nee, basis.
Ja? Ja, ook al kan het maar een helft. Nee, joh, maar je ziet gelijk, dat zag je tegen Peck ook. Op het moment dat hij speelt, krijgt alles weer ritme. Dan klopt het weer, zeker in aanvallend opzicht, veel beter. En dan moet je kijken hoe lang hij het volhoudt. En dan moet je kijken hoe het resultaat in de wedstrijd is. En zeker geen risico's dan nemen. Als je ziet dat het misschien na een verloop van tijd een verloren zaak dreigt te gaan worden, dan moet je geen risico's met hem nemen. Ik vond het wel jammer dat het ten koste ging van Boetius gisteravond, moet ik zeggen. Hè. Ik had gehoopt dat op het moment dat Jurgensen zou komen, Toornstra speelde niet goed. Nou, zet Larsson dan op de 10 en laat Boetius, daar waar hij goed aan het seizoen begonnen is, gewoon die wedstrijd afmaken. Maar nu ging het ten koste van. Vond ik wel jammer. Vind jij Larsson een 10 had? Ik denk wel, want ik had het er gisteravond ook wel over. Ik denk wel dat op de radio. Ja, vandaag. Ja. Je bent overal, hè? Ja, ik ben overal. Ja. Ik ben zo druk bezig. Maar ik had er gisteren vandaag ook over dat ik dacht van, nou, hij kan in mijn optiek ook wel op de 10 spelen. Ik denk dat hij daar technisch vaardig voor is, dat hij het overzicht heeft en dat hij van daaruit, vanuit de tweede lijn, goed zou kunnen verrichten. Ik vond het van Bronckhorst niet verstandig om Boetius te wisselen. Want Boetius die heeft die ondankbare rol als pseudo-spits zich toe moeten eigenen van hem. En hij verdiende het gewoon om dan aan de linkerkant te gaan spelen. Ja, maar de vraag is ook... Dan had ik Larsson eruit gehaald. Nog eerder dan Toornstra. En Toornstra laat je toch eerder staan. Die hoort bij die hiërarchie van vorig jaar. Dat die driehoek op het middenveld met Vilena, El Amadi en zijn persoontje. Alleen... Ja, wanneer komt het moment? Hè? Ik bedoel, hij is zelf ook niet zo handig geweest. Ik bedoel, als je zo slecht in de wedstrijd zit en je krijgt een vrije trap in de 93e minuut. Je hebt het nu over Toornstra, hè? Toornstra, dan moet hij eigenlijk denken bij zichzelf. Laat maar. Of Berghuis, of Jurgensen, iemand die rechts kan trappen of iemand die links kan trappen. Maar hij gaat er toch achter staan. En misschien moet hij dan juist denken op dat moment aan het teambelang. Denken van, ja, ik heb eigenlijk nog geen bal goed geraakt. Beter misschien dat iemand anders even schiet. Ja, dat was vergelijkbaar bij Napoli, hè, waar hij die strafschop neemt, terwijl hij weet dat hij al gewisseld wordt. Ja, maar ik begrijp zijn gevoel. Hij wil er overheen komen. Hij wil weer dat. Ja. Maar iets minder in het krachthonk misschien. Ja, Toornstra is breed geworden. Dat is een ding dat zeker is. Toch nog even terug ook naar die wissel, Adrie. Want Jurgensen komt er dus in voor Boetius. Dat is gewoon een spits voor een spits. Is dit ook uiteindelijk nu toegegeven door Van Bronckhorst? Van ik kies er dus voor om Larsson op links buiten te laten staan. En dat zal dan dadelijk ook wel ten koste gaan van Boetius. Ja, ten eerste moet Jurgensen moet voetballen natuurlijk. Dus je moet een keuze maken. Hè? En nogmaals, ik weet het niet. Misschien is Boetius ook wel geblesseerd geweest. Die ging er chagrijnig af. Dat zou Dan is dat niet aan de orde geweest. En, maar zijn dit de eerste aanwijzingen van een definitieve keuze? Het kan nu dat Jurgensen terug is, dat Boetius even de pineut zou kunnen zijn voor de wedstrijd. Ik zou het niet terecht vinden. Ik vind dat hij zich in het begin goed gemanifesteerd heeft. Uitstekend gedaan op die positie. Maar nogmaals, je weet niet wat er echt achter steekt. Waarvoor dat hij hem eruit. En misschien heeft hij gezegd van het is mooi geweest voor hem. Ik heb hem dinsdag weer nodig. Ja, dat kan ook. Het roleren. Ja. Wat zou jouw keuze zijn, Ruud? Larsson of Boetius of links? Nou, wat ik al zei net, is van ik zou dan voor Boetius kiezen. Maar ja, gisteren, maar voor de nabije toekomst. Dan zou ik sowieso nu voor de goede lijn van Boetius doortrekken. Dat heeft hij ook gewoon afgedwongen, vind ik. Maar Larsson heb je voor heel veel geld gehaald, hè? Ja, maar dat bedoel... Die is fit nu. Je kan ook zeggen speelt er goed bij AZ. Ja, maar dit is pas zijn eerste half jaar. Laat hem rustig gewoon acclimatiseren in die Kuip. Laat hem wennen. En die komt vanzelf wel. Maar het gaat er mij om als wie eruit had, maakt niet uit. Toornstra, of nou Boetius is of Larsson, maakt me niet uit. Het is gewoon een wereld van verschil of je met Jurgensen speelt of niet. Ja. En daar schrik ik wel een beetje van. Hoe Feyenoord beter wordt door één speler. En hoe Feyenoord dus heel veel minder wordt als hij er niet bij is. Nou ja, je kan wel, en dat hebben we toen ik hier voor de laatste keer zat, over gediscussieerd. Van, Jurgensen kan niet spelen, Kramer is niet goed genoeg in belangrijke wedstrijden. Kan je een systeem verzinnen met 3 lopende spelers voorin? Nou, dat bleek dus tegen AZ. Dus je hebt ook een tegenstander nodig die een bepaald concept speelt, waardoor het past. Die iets wil in een wedstrijd, die wat risico's neemt, waardoor de lopende spelers van Feyenoord in beeld kunnen komen. Tegen een ploeg die helemaal terugplooit, is dat heel lastig. Dan heb je echt een aanspeelpunt nodig. Nou, reken maar op dat Shakhtar aanstaande dinsdag. Dat is een Portugese coach. Er spelen 8 Brazilianen zitten er in die selectie. Er zitten nog wat Oekraïners in, een verdwaalde Rus, een Argentijn. Ik bedoel, dat is allemaal bij elkaar geklonst. Het is een hele goede ploeg trouwens. Die gaan heel erg in eerste instantie de kat uit de boom kijken. Mark, voor de Zwolse kijkers ook nog even zeggen dat ik... het zijn er een paar, maar dat Peck ook nog wel aardig gewoon een seizoen doormaakte. Hè. Ik bedoel, het is niet zomaar een bitterballenploeg die gisteren naar de Zwolse kijkers? Nee, we hebben een paar van. Ja, het hele land, Emiel. Maar Peck speelde goed, vond ik. Tweede helft hebben ze toch alleen tegengehouden. Ja, de commentator van Fox ook trouwens. Er zijn maar weinig ploegen die in de Kuip zo hoog druk durven te geven. En die durven te voetballen. Emiel, jij noemde net de naam van Kramer. Denk je dat Van Bronckhorst dat nog heeft overwogen om zo'n pinch hitter, want uiteindelijk is hij dat dus,
om hem toch niet te brengen. Samen met Jurgensen om die goal te forceren. Maar waarom? Het gebied was al helemaal vol, Bart. Ja, maar ja, je wil een doelpunt maken. Maar Jurgensen is daar toch ook gewoon? Ik bedoel, je hebt een spits daar. En ze kregen kansen. Door, laten we heel eerlijk zijn, op het einde had Feyenoord gewoon... De kansenverhouding in de hele wedstrijd was ongeveer 3-1. En dus op het einde 1-0 was gewoon een normale uitslag geweest. Alleen ja, het zit nu even niet zo mee zoals het begin vorig seizoen wel heel erg mee zat. Maar kom op, we zijn nog niet eens op een kwart van de competitie. Zag je met die kans van Jurgensen, die schoot die fantastisch in. Alleen hij werd gewoon goed gestopt de boer. Ja. Maar als je zonder wedstrijdritme zo'n kans zo kan afronden, is echt, echt klasse. Hè? Ja, dat brengt ons, houdt vast Adrie, even bij de stelling van vandaag. Die gaat namelijk ook over Nicolai Jurgensen. Kom maar bij jongens, alleen met Jurgensen is Feyenoord een topteam en kampioenskandidaat. En dat is een vrij duidelijke uitslag. Nou ja, eigenlijk ook met El Amadi in dezelfde shape als vorig jaar. En achterin, luister, Botteguin, kruisbandblessure, hoe lang gaat dat duren? Ik stuur het allemaal niet voor in het vuur te steken. Ze zeggen en tot de winterstop. En Sven van Beek komt, ja, we waren hem helemaal uit het oog verloren. Hij heeft er heel lang over gedaan over die blessure. Merkwaardig, maar goed, er zal wel een verhaal achter zitten. Dat je zo lang wegblijft met een blessure, deed een beetje aan de teen van Cissé denken. Hè? Maar laten we wel zijn, daar heb je op die posities heb je gewoon... een generaal nodig. Want dan kun je een organisatie neerzetten die wedstrijden kan winnen. Adrie, heb jij ook zo genoten van Sven van Beek gisteren? Die dus moet invallen omdat Tapia met een hamstringblessure naar de kant gaat. En hij staat er. Hij is fel en hij komt op. Ja, ik vond het. Ik vond dat hij heel goed inviel. En, want het valt nooit mee om in te vallen. En als je dan zo invalt en gelijk de bravoure hebt en gelijk je lange trap, crossballen durft te geven. Lekker strak inspelen, zijn duels won. Ik vond het heel knap. Had Adrie ook voor, hè? Je had ook zo'n lange bal, toch? Niet? Het is wel tijd voor een schietgebedje, Van Bronckhorst. Nee, maar als je 5 van die verdedigers hebt en je verzint het niet dat er 3 wegvallen. Dus hij moet nu echt bidden dat Van Beek heel blijft en Sint-Just ook, want anders heeft hij echt een probleem. Ja, het laatste nieuws over Tapia is dat het een hamstringblessure is. Ja, dinsdag ook niet, hè? Dinsdag zal hij waarschijnlijk niet spelen, maar het zal licht zijn. We gaan eventjes door. Ik hoor van alles op mijn oor, maar dat hoor ik dan zo meteen nog wel een keer. Over Vilena en Toornstra. Daar wil ik het graag met jullie over hebben. Die twee middenvelders. Klinkt heel ernstig, Bart. Ja. Ik weet waar hij naartoe wil. Ja, ik zeg het misschien. Toornstra had het erover gehad, hè? Toornstra, ja, maar ik wil er toch nog even voor door. Want Toornstra werd tegen Manchester City gewoon gepasseerd. Hangt hem dat nu voor dinsdag weer boven het hoofd? Nee, niet als hij met Jurgensen begint. Gaat hij ook weer beginnen met Toornstra erachter. En dan gaat hij met Berghuis aan de rechterkant spelen en met onze vriend Boetius of Larsson aan de linkerkant. Dat is toch het ABC'tje. Kijk, Toornstra gaat een keer dat gevoel weer terugkrijgen. Ik bedoel, laten we wel zijn, het was een buitengewoon, het was dan niet een generaal, maar het was wel minimaal een kolonel vorig jaar. Ja. Met alle goals die hij heeft gemaakt, hè, met name dan in de Kuip, hè, of alleen in de Kuip. Dus ja, weet je, dus de nuance ligt veel meer tegen Shakhtar in verdedigend opzicht. Gaat hij Nieuwkoop opbrengen? Gaat hij dat durven? Of gaat hij daar gewoon... Dat zal Amrabat wel worden, ja. Met Haps en dan Van Beek volgens mij normaal gesproken met Sint-Just. Ja, de opstelling kan je eigenlijk zo maken. Ja, maar goed, ik haal Toornstra aan, maar ook Vilena. Dat zijn voor mij twee mannen. Ik ben benieuwd wat jullie er met name van vinden. Die toch nog niet de vorm etaleren zoals ze met name in dat kampioensjaar hebben laten zien. En Vilena komt net bij Oranje vandaan, man. Die is helemaal overspannen van een week Nederlands elftal. Nee, zie je dat ook, Adrie, zo? Ja, maar je moet zo zien. Hè? Elke speler die heeft in een seizoen heeft hij op een bepaald moment een dip. Hè? En de andere kant is het voor die jongens ook moeilijk. Dan zijn in één keer de twee centrale mensen achter er missen. Hè? Waar ze de steun aan hadden, waar ze het vertrouwen hadden. En waardoor ze ook... sneller druk vooruit konden geven. En nu hebben ze twee jongens achter de staan. Ja, die hebben al moeite met dreigen. Dus je gaat toch een beetje in een situatie komen van... ja, kan ik of kan ik niet? Dus dat is voor die twee is dat best moeilijk. Tony komt weinig, hè, nu. Je ziet dat hij heel erg controlerend speelt. El Amadi gaat wel iets vaker nog mee naar voren. Want die gaat natuurlijk ook altijd in de pressing naar voren. Maar Vilena blijft dan. En dat deed hij natuurlijk vorig jaar niet. Omdat hij dacht, ja, Botteguin staat achterin. Ja. Die kan makkelijk die 1-1 oplossen. Van de Heide staat er nog. Ja. En dat is nu toch minder. Ik heb inmiddels gehoord wat er nou werd gezegd buiten de regie. En dat is een vraag via Facebook. Ben je ontslagen? Nee, nog lang niet. Zit hij langer dan jij, denk ik. Wesley, die zegt, ja, Toornstra is misschien wel gewoon rijp voor... een nieuwe speler in de basis 11. Die moet misschien nu wel gepasseerd worden. Is de mening van een van onze kijkers nu via Facebook. Waarom? Ja, omdat hij toch nog niet de vorm heeft zoals dat van en dan op de bank gaat hij die vorm wel krijgen. Of in de tweede wat buiten speelt. Nee. Oké, okay, ja. Ik, ja, maar als ik citeer een vraag.
Nee, Adrie, jij was verdediger, rechtsback, zo kennen we je met name. Laatste man kon hij ook goed spelen. Ja, libero, maar kijk, Nederland zelf was rechtsback, toch? Linksback. Linksback, sorry. Ja, ik heb ook wel Stan Aarle was rechtsback. Ja. Maar ik ben wel benieuwd, jij bent specialist waar het gaat om verdedigers. Dat is Soufiane Amrabat natuurlijk nu als op de rechtsbackpositie bij Feyenoord. Dat is in principe niet zijn natuurlijke positie. Hoe vind je dat hij doet? Ja, nou, ik vind dat tot nu toe, zoals ik hem op die positie zie, vind ik dat hij het goed doet. Hij doet niks buitensporig. Hij zal geen gekke trucken doen, hij zal niet een overstapje maken, nee. Hij gaat de duels aan en als hij mee kan in de opbouw, dan doet hij dat. En ja, ik denk ook, je zit in een Nederlandse competitie. Hè? Mm-hmm. Je zal dinsdag, als hij daar eventueel zou staan, zou je een heel ander beeld van hem kunnen krijgen. Dat je in één keer denkt van, maar tot nu toe in de Nederlandse competitie kan dat gewoon. En doet hij het gewoon goed. Maar ook tegen Napoli en tegen Manchester City was hij er één die nog redelijk overeind bleef. Ja, maar die systemen van die ploegen, die liggen hem ook goed. Ja, die spelen die spelen ook met mensen die... Dan is die rechtervleugel ook vrij. En daar kan hij wel mee omgaan. Ja. Ik sprak hem gisteravond nog even. Hij zei, ik wil dit eigenlijk liever niet. Maar ja, trainer heeft me er nodig, dus luister, ik doe het. Wat zeg je nou? Hij is profvoetballer, hè? Ja. Nee, hij doet het dus ook. Maar je proeft aan alles dat hij het liever niet wil. Komt nog wel, joh. Zijn tijd komt ook nog wel. Dadelijk wordt hij geselecteerd als rechtsback in Oranje. En misschien als hij daarvoor gaat kiezen, weet ik natuurlijk niet. Of misschien wel voor het Marokkaanse elftal. Hij wil er nog niks over zeggen. Of als voor Marokko als rechtsback, zegt hij dan ook, nee, dat wil ik niet. Tuurlijk. Nee, maar dat betekent die dingen, dat kan gewoon niet. Je kan het denken, je mag het denken. Maar je moet het niet laten blijken, ook niet naar buiten toe. Hij mag blij zijn dat hij bij Feyenoord in de eerste staat. Buiten omdat hij het goed doet. Dan moet je toch niet piepen. En als rechtsback kan je ook een mooie carrière hebben, kan je ook rijk worden. Als hij straks misschien een beetje pech hebt en alles is terug, dan zit hij misschien op de bank. Even gek gezegd. Ja. Dus laat hij er nu van genieten en zijn kans pakken. Ja. Karsdorp trouwens gisteren voor de eerste keer bij AS Roma in de selectie. Nou, dus lang. Ik heb op de bank zitten. Ja. Ik heb natuurlijk speciaal zitten kijken naar de Champions League tegen Napoli, Feyenoord. Ja. En Feyenoord kan Napoli en Manchester City, die deed ik gisteren voor Ziggo. Nou, Manchester City kun je rustig vergeten. Die gaan ook twee keer van Napoli winnen, denk ik. En dan is het eigenlijk, voor Feyenoord, dan is het in die pool gebeurd. Dus die wedstrijden van City spelen dan eigenlijk geen rol meer. Zou dat een voordeel kunnen zijn? Nou ja, volgens mij hebben ze in de tweede ook nog een paar aardige spelers lopen. Ja, ja. Maar wat krijgen we dinsdag, denken jullie, in de Kuip voorgeschoteld? Tegen wat nu de koploper in Oekraïne is. Nou, je moet niet in mes lopen, want dat willen ze graag. Want ik al zei, Portugese coach, goed georganiseerde ploeg. Die heeft heel veel Europese ervaring. Zijn natuurlijk de grote jongens wel en dan loopt hij jaren kwijtgeraakt. Denk aan William, Fernandinho, Luis Adriano, de spits, die inmiddels in China speelt. Dus ze hebben heel veel geld verdiend. Ja, het is een rare club. Maar het is wel een goed georganiseerd elftal. Dus loop niet in het mes. Dat zal Feyenoord zich wel zeker voor de geest halen. Maar aan de andere kant moet je een goal maken. Je moet een goal maken. Ja. Maar hoe loop je niet in het mes? Door heel compact te spelen. Hè. Dat is een mooie uitdrukking altijd tegenwoordig. Speel compact. Als je aanvalt, zorg dat de linies kort op elkaar zitten. Dat het een team vormt, een geheel. Dat was de eerste helft tegen PEC niet. Tweede helft, toen Jurgensen er helemaal bij kwam, was het al een stuk beter. Ja, dus. Dat betekent nu dan dat je met Jurgensen moet beginnen. Tuurlijk. Dat kan niet anders. Je kan niet met die drie beginnen zoals... Dan draai je die wedstrijd ook nooit meer om. Nee, dat als je dat niet nodig hebt. Kijk maar hoe lang die het volhoudt. En is die op, want dan zie je ook weer met je gedachten naar Ajax toe. Ja, dat is het. En dan, dan gaat bijvoorbeeld die 60 minuten en dan zeg je, niemand zal het Feyenoord kwalijk nemen als ze een nederlaag leiden tegen Shakhtar. Het gaat om, wat dat betreft, het gaat om Ajax. Zondag tegen Ajax. Wel lekker als je misschien... Tuurlijk. Want je bent wel erg figurant anders. Maar stel dat je de keuze zou moeten maken als Feyenoord supporter, of dinsdag winnen of zondag, kiezen ze allemaal voor zondag. Liefst allebei, dat begrijp ik ook wel, maar ze kiezen dan toch voor zondag. Nee, maar dat is helemaal geen keuze, Ruud. Ik bedoel, de eerste wedstrijd is gewoon Shakhtar. Je hebt nog een Europese ambitie. En je zou best in de Kuip met alles erachter, best van Shakhtar Donetsk kunnen winnen. Dat kan heus wel. Maar moet alles een beetje kloppen. Moeten ze ook een beetje het geluk mee hebben. Wat ze dan afgelopen zaterdagavond dus niet hadden. En dan heb je gewoon perspectief. En waar komen ze mee, Emiel? Die willen tweede worden. Die hebben nog een kans om tweede te worden. Ja. Als ze van Napoli hebben gewonnen. Ja. Maar misschien kiest Van Bronckhorst wel om Spits Jurgensen helemaal niet te gebruiken dinsdag. Om hem fit te houden voor zondag. Dat is ook nog een optie. Nou, dat kan me niet voorstellen. Hij moet nu gaan spelen, joh. Kom op. Nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Ter afronding over Feyenoord. De vraag van een van onze kijkers. Van Johan aan jou, Ruud. Moet Feyenoord in de winterstop
nog versterkingen gaan halen met die waslijst aan blessures van dit moment. Het was vandaag 25 over de winst. Ja. Nee, ik kan me dat wel voorstellen. En zeker tegenwoordig is de portemonnee van Feyenoord weer gevuld. Dat je zeker je scoutingslijstje niet moet bewaren tot aan de zomer, maar toch al in de winter. Al wordt vaak gezegd, in de winter zijn het vaak paniek aankopen. Mm-hmm. Dat is dan wel weer zo. Maar ja, in de breedte, ja, kijk, moet je dan weer een centrale verdediger gaan halen? Ik zei net al, daar hebben ze er al 5 van. Moet u dan nog voor Hafs eentje bijhalen? Ik vind het wel moeilijk. Het moet echt een kanje zijn. Als je hem kan halen, dat je dan moet je het doen. Ja. Goed, we gaan het zien. Dinsdag tegen Shakhtar Donetsk. Natuurlijk allemaal live te volgen hier bij RTV Rijnmond. Op radio live de wedstrijd. Maar op televisie zijn we er al ook live trouwens. Tussen 7 en 8 en gaan we een uur lang vanuit de Kuip vooruitblikken. Tot zover Feyenoord. We gaan naar Sparta. Dat wist niet te stunten gisteravond in Amsterdam bij Ajax. Het werd 4-0 voor de Amsterdammers. Onder andere door de 2 eigen doelpunten van Sparta. En daardoor is Sparta nu hekkensluiter. En nou zal niemand in paniek raken van een nederlaag bij Ajax. Maar is er überhaupt nu sprake van paniek bij Sparta? Wat denken jullie? Je zou zeggen, het is niet de club die je zo snel in paniek wil raken. Maar ze staan 18e nu. Ze staan 18e, dus ja, de ranglijst ligt niet. Hè? Zeggen ze ook heel mooi, maar... Ik denk wel dat ze in de loop van dit seizoen ervan overtuigd van zijn geraakt dat als ze Alex Pastoor nog een goede trainer vinden, en dat vinden ze volgens mij allemaal op het kasteel, dat ze hem die andere post bij een eventuele contractverlenging echt gaan ontnemen. Dat kan niet anders. Want dat is gewoon geen succes gebleken. Als je heel eerlijk bent en je ziet de hele waslijst aan spelers, dan zie je eigenlijk heel weinig wezenlijke versterkingen. Ik bedoel, daar zeg ik niks opzienbarends mee, want het is gewoon een optelsom van alles wat er de afgelopen 1,5 jaar is gebeurd. Daarbij zijn bovendien de bestaande mensen binnen de Sparta-organisatie, het elftal, die hebben allemaal tikjes links en rechts gehad. Dus ook daar is weinig progressie geboekt. Nou ja, en Alex is een man, ik moet zeggen, ik blijf hem altijd na de wedstrijd reëel horen praten. Maar aan de andere kant, ja, weet je, vanaf het moment dat hij heeft gezegd bij die Fox-documentaire, ik acteer rust, ja... Dan denk ik, wat speelt er zich nou werkelijk aan de binnenkant van het brein van Alex af? Want ik heb het idee dat met al die wisselingen, want volgens mij heb jij het nagekeken, hebben ze niet één keer in dezelfde opstelling gespeeld? Nee, ze hebben 8 wedstrijden gespeeld dit seizoen. Ja, soms veel wisselingen, soms weinig. Dat was vorig jaar ook al zo, hè? Maar 8 verschillende opstellingen. En wat ik ook ernstig vind, is als je 11 nieuwe spelers haalt, dat er gisteren in de arena 3 in de basis staan, 7 op de bank zitten. En eentje, Volas, je spits, je targetman die je gehaald hebt, die speelt met Jong Sparta, wat ook onderaan staat, bij Rijnsburgse Boys, verlies 3-1. Is wel betrokken bij de ene goal, dat dan weer wel. Maar daar is hij niet voor gehaald natuurlijk, om betrokken te zijn met doelpunten van Jong Sparta. Nee, maar goed, dat je, als je zo'n vernieuwde selectie hebt, dat je dan als trainer moet puzzelen aan het begin van een competitie, dat is toch niet zo heel erg raar? Vraag ik aan de voormalig trainer van Sparta. Vraag het eens aan Mitchell van der Graag. Nee, normaal niet. Nou ja, die heeft ook met zijn spitspositie lopen. Maar fijn. Goed. Die situatie die heb je elke club in het begin natuurlijk. Het zoeken van je vaste basis of naar je vaste basis toe te komen. Maar ja, als je nu een aantal weken aan de gang bent, dan mag er toch wel iets aan. Hè? Ook met je voorbereiding die erbij hebt en dan je aantal competitiewedstrijden. Ja, dan moet er, laten we zeggen, het grootste gedeelte moeten staan. Maar het probleem met Sparta is gewoon, er zijn op dit moment te weinig vaste waarden. Mag ik Adrie dan een vraag stellen? Want je had het net over, je roemde hem over zijn verdedigende kwaliteiten. Sparta heeft 15 doelpunten tegen, 5 uit spelhervattingen, waarvan 4 gisteren ook weer uit hoekschoppen. 4 doelpunten tegen uit hoekschoppen. Tegen AZ, tegen NAC, tegen Roda en gisteren ook weer. Ja, zo dat zonde, dat is toch te trainen? Ja, maar ze staan meestal staan zon, ze in zon. Hè? Zon, hè? Ja, en dat kan dodelijk zijn, hoor. Ik ben altijd het type van, ga maar gewoon man tegen man. En bij de palen mensen. Ja. En nu willen ze nog liefst 3 mensen voorin houden. En de palen vrij en dan nog in zone, ja. Als je gewoon dan de ouderwetse OSV uit Bijlandschool, hè? Ja, het gaat erom eerst dat je ballen tegenhoudt. Ja. Daar kan je wat aan doen, daar kan je aan trainen. Maar als je gewoon denkt van, nou, ik laat alles maar en ik stuur er een paar vooruit, dan blijven ze bij wie dan ook, blijven dan ook achter, ja. Dan kom je in de problemen te zitten. Jeuken je handen wel eens? Waar het nou ja, af en toe wel. Maar ja, dat is niet alleen als ik Sparta zit, hoor. Bij mijn eigen clubje ook wel. Laten we eens kijken naar en luisteren naar de reactie van Alex Pastoor gisteren na dus die 4-0 nederlaag bij Ajax. Je verliest met 4-0, dat had nog 5-0 kunnen zijn ook als die penalty er nog in was gegaan. Maar goed, dat weten we inmiddels, dat Roy die pakt.
Dus dat is niet goed. Aan de andere kant, als je analyseert hoe de goals tot stand komen en hoe we ons gemanifesteerd hebben hier, dan is dat wel iets wat ons als staf aanspreekt. Dus dat is wel een beetje dubbel. Ja, zeker het eerste uur mogen we denk ik heel tevreden zijn. En heb ik weer lekker eindelijk weer voetbal gezien, wat meer lef bij ons. Dus ik hoop dat het vertrouwen weer terugkomt voor volgende week. Ja, we hebben het al eerder gezegd, een belangrijke wedstrijd sowieso volgende week. En dan moet het echt gaan gebeuren. Ik neem aan dat het bij iedereen ook beseft er ook is, zeker bij de spelers bedoel ik dan. Ja, maar dat is er elke week. En weet je, tegen wie je ook speelt, er is besef, er wordt hard gewerkt. Daar hebben we voor de rest niet zoveel op aan te merken. Dus dat zal volgende week niet anders zijn. Iedereen weet wat er op het spel staat en wie de tegenstander is. Nou, dat is in feite, als je het hebt over punten, dat is geweest. En wat gaat komen, dat is net zo. En volgende week blijft een derby. Dus dat is wel een extra stukje cachet. Ja, dat is de komende zaterdagavond op Woudestein. Ruud, wat voorzie jij als het misgaat voor Sparta? Nou, kijk, je hebt natuurlijk een bestuur bij Sparta dat 9 mensen bestaat. Daar zitten 5 mensen zeg maar met een sponsorsausje overgoten. Dat zijn mensen die jarenlang geld in de club hebben gestoken en nu een bestuursverantwoordelijkheid dragen. En daaromheen zitten ook mensen die invloedrijk zijn in de sponsorbox. En je moet gewoon na een nederlaag en ook na een overwinning moet je eens gewoon langs die sponsorboxen gaan lopen. Moet je oor te luisteren leggen. Dan hoor je van alles. Voor alle duidelijkheid, ik zeg dat Pastoor als trainer moet blijven. Maar ik ga er niet over. En de invloedrijke mensen bij Sparta, als je daar naar luistert, dan hoor je van ja, ze zijn er gewoon klaar mee. En het is een automatisme in het voetbal, dat weet Adrie, dat weet Emiel. Als je onderaan staat en je verliest ook nog van je aartsrivaal aanstaande zaterdag, ja, dan vallen er beslissingen, dan worden er besluiten genomen. En ik hoop niet dat het zo ver komt, dus nee. Laten ze dan maar gewoon winnen, zeg ik met rood-wit Sparta hart. Ja, maar stel dat het dan onverhoopt wel gebeurt, dan zit je als Sparta zijnde dus wel met een selectie opgezadeld die voor een enorm groot gedeelte door die ontslagen trainer is samengesteld. Wat moet je daar dan mee? Nou, dan krijg je het kende William Vloed verhaal. Hè? Dan herhaalt de geschiedenis zich. En je dacht eigenlijk dat Sparta wel had geleerd om met dat bijltje te moeten hakken. En dat daar eigenlijk nooit meer naar terug wilde. Maar uiteindelijk heeft het succes van de promotie vanuit de Jupiler League, het kampioenschap, heeft toch weer veel mensen zand in de ogen gestrooid. Sparta is gewoon op technisch gebied niet de baas in eigen huis. En dat is een heel slecht voorteken. En dat is, ze hebben de kans gehad, hè, nou, we gaan het niet allemaal herhalen, om mensen binnen dat bestuur te krijgen die gewoon technische know-how hebben en voor een langere periode die lijn is willen bewaken. En dus een trainer ook, een trainer heeft nooit genoeg spelers, maar ook een trainer dan daarin kunnen begeleiden. Want natuurlijk moet je naar de trainer luisteren, maar de trainer mag nooit ook de technische baas zijn als het gaat om spelers halen op langere termijn. Kom op. Ja. Maar ja, goed, dat is wel wat er nu gebeurt bij Sparta. Ja. We gaan het volgen zaterdag. Excelsior tegen Sparta. 1 ding, en dat is dan nog wel weer prettig, is zeker tegenwoordig bij Sparta. Als je een strafschop tegenkrijgt, dan gaat hij er niet in. Kortsmit is fenomenaal aan het worden als het gaat als penalty killer. Dat zijn je slecht genomen? Nee. Nou. Nee. Dat viel wel mee. Ik vind dat hij het goed doet, hè? Ja, het is knap. Maar kan zoiets hem verder brengen? Natuurlijk. Ja, ik zei het vorige keer al. Maak een rondje langs de Nederlandse velden. AZ, een gerenommeerde club, heeft Bizot. Is geen hoogvlieger. Vitesse heeft Pasveer. Ja, ik zeg je dat Kortsmit de uitdaging met die twee keepers echt wel aan kan, hoor. 9 strafschoppen. De laatste die Sparta tegen kreeg. 7 gingen er niet in. Dat is 78%. 5 werden daarvan gestopt door Pasveer. 2 werden, door Kortsmit. 2 werden naastgeschoten. En Ruud. Ruud heeft wel zijn cijfertjes paraat vandaag. Hey. Mocht Nederland ooit weer een eindtoernooi halen? Tim Krul, weet je nog? Ja. De Tim Krul module, die kan je dan met Kortsmit doen. Ik geloof dat hij die stap wel gaat maken. Stabiele keeper, op dit moment gewoon de beste speler van Sparta. Ja, jij hebt het trouwens even over het WK, want we hebben het weer niet gehaald, Emiel. En dus wordt er weer volop gesproken over wat is er toch mis met ons Nederlands voetbal. Ruud, jij hebt een foto die je even wil laten zien. Die komt uit de jeugdopleiding van Sparta. Vertel even. Ja, dat moet ik even inleiden. We hebben het over de winnaars van morgen. Hè. Wij schijnen onze jeugd niet meer goed op te leiden, hoor je dan. We hebben het EK gemist, het WK gemist. En dan ga je eens kijken, wat doen wij dan verkeerd? Nou, afgelopen zaterdag, gisteren dus, zat ik via Twitter-account van de jeugdopleiding van Sparta, kreeg ik met een foto te maken van de kleedkamer van Sparta onder 9. Dan zie je dus de kleedkamer van Sparta onder 9. Dan zie je op die rand daarboven, ik weet niet of mensen het goed kunnen zien, allemaal van die containerbegrippen. In het Engels staat er dan fear nothing, rise above, one focus, never give up. Onder 9. Dan hangt daar voor iedere speler individueel een opdrachtslijstje en het tenuutje ligt klaar. Dit is het probleem van het Nederlandse voetbal. We pamperen. We stoppen ze vol met instructies. Met looplijnen. Kinderen van onder de 9.
even een simpel rekening. Als je onder 9 bent, ben je 8, krijg je dit mee. Oké, maar dan ga ik jou wat vertellen. Ik ben het helemaal met je eens. Want Sjoerd Moussou heeft er laatst ook een prachtige column over geschreven. Ik sta ook iedere zaterdag op jeugdvelden. Als jeugdtrainer bij VOC en bij het team van mijn zoon. Ik zie dat soort dingen ook. Ik zie inderdaad jeugdleiders die soms hun kinderen begeleiden alsof het PlayStation figuurtjes zijn die zij willen bedienen. En dan hoor je allerlei terminologie dat je echt denkt van jezus man, hou lekker je kop. Laat die ventjes lekker spelen. Ja. Maar ik heb toevallig laatst bij Zoetermeer uit twee trainers van Sparta ook gezien. Dat was onder 11. Die coachte fantastisch, die jongens. Op een fantastische manier. Wie waren dat? Ja, ik weet niet wie het waren. Maar ik heb even op ze staan letten. Het is empathisch, op een goede manier. Dus, weet je, kijk ook naar de kwaliteit van de coaches. Want er zijn ook goede jongens bij. Luister. Er moet een stuk opvoeding in zitten. Voetbalopvoeding, dat doe je met je kinderen van 2, zeg je ook niet. Ik ga pas op je 8e opvoeden. Dat doe je ook vanaf het begin. Maar het gaat erom, ze moeten ook een mate van vrijheid hebben en fouten durven maken. En juist in situaties komen waarin ze fouten gaan maken, want daar leren ze van. Maar zo'n lijstje individueel, jij moet dit, jij moet dat, zus. En dan die kreten en zo. En dat tenuutje. Dit is een kleedkamer van Sparta 1. En dat moeten ze verdienen. Daar moeten ze naartoe werken. En tot die tijd moeten ze daar keihard... Was echt niet de kleedkamer van Sparta? Nee, en die kinderen zijn niet meer hongerig. Focus. Die kinderen, maar even voor alle duidelijkheid, dit is niet alleen Sparta. Nee, bij precies. Meer clubs. Maar die kinderen zijn... Ze hebben heel veel amateurclubs ook. Ja, zo, die kinderen hebben geen enkele honger naar succes, want het wordt ze zo in de schoot geworpen. Het is gememoreerd. We zitten namelijk in de slotfase van deze uitzending. En we moeten het nog over de overwinning van Excelsior hebben. Vandaag bij ADO Den Haag. Weer een uitoverwinning dus. 3 van de 4 al. De beste speler bij Excelsior, Luigi De Bruyne. Leuk gevonden. Padam! Ja. Nou, dat gaat hij opnemen hoor, Luigi. Zo, hè? Luigi De Bruyne. Ja, maar ene assist naar de ander. Ja, je hoeft mij niet te overtuigen. Ja, die paas naar Kolwijk. Kolwijk die hem goed terugsteekt. De eerste goal was een schitterende aanval. En mooi afgerond. Nee, maar, we hebben er niet over te discussiëren dat Luigi goed kan voetballen. En de beste bij Excelsior is? Ja, maar. Ja, nou ja, goed. De beste bij Excelsior. Weet je wat echt het beste bij Excelsior is? Dat zij iedere keer weer een team vormen. En dat dus de beste bij Excelsior is eigenlijk Mitchell van der Haag. 10e nu in de Eredivisie. Ja, alleen thuis, daar moet het nog een keer aan gebeuren. Ja, want 0 punten nog. Inderdaad. Komend weekend? Ja, het is te hopen voor Excelsior. Laat dat duidelijk zijn. Hoor, ja. Dat is een thuis weer. Nog een beetje Spartaan. Het is gewoon je volhouden. Ja, wel. Ja, toch? Tuurlijk. Adrie nog steeds Spartaan. Ja, tuurlijk. Blijft toch een club van je hart ook. Waar ik begonnen ben. Maar Adrie, als je dan bij Excelsior kijkt, zo'n De Wijs, dan moet je toch naar kijken van heerlijk. Ja, tuurlijk. Ik heb hem. Wat zat hij bij Eindhoven Veldensport toen? Ja. Heb ik hem gezien. En ik vond het wel een goede, degelijke verdediger. He? En de Matthij ontwikkelt zich. Dat was een brokkenpiloot. Ja, ja, maar klopt. Maar er staat een momentje met die gelijkmaker dat ik dacht van dat was even weer ongeconcentreerde Matthij. Tegen 10 man zelfs. Ja. Maar voor de rest, Heren, ik moet jullie onderbreken. Waarom? Het zit erop. De tijd is op. Je hoeft niet meer te filmen. Nee, gaan we gewoon door. Ja, dat kan ook. Ja, dat zou ook. Ja, kijk, wat er allemaal opgeschreven. Adrie van Tichelen, Emiel Schelvis en Ruud van Os, zeer bedankt voor jullie komst. Graag tot een volgende keer. Wat betreft al de sport bij RTV Rijnmond, als gezegd. Dinsdag dus alles over de Champions League. Maar morgen is er eerst Sportclub Rijnmond. En dan wil ik graag doorverwijzen naar een leuke reportage. Namelijk een ballenmeisje in de Kuip. En we leren haar nu vast even kennen. Goedenavond. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door woning, keukens en badkamers.